Ik maak souvlaki, maar deze keer met lam, vogeltongetjes en een tzatziki met feta. We beginnen met ons lamsvlees te marineren. En we gaan daarvoor een lekkere marinade maken die, ja, die hoort bij de traditionele smaken voor de souvlaki. We gaan oregano fijn hakken. Dat mag goed fijn zijn, zodat de smaken daar heel goed uitkomen. En natuurlijk geef ik de voorkeur aan verse oregano voor een marinade. Voilà. Dat gaat op het vlees. Voor een marinade hebben we olijfolie nodig natuurlijk. Het is nu niet de bedoeling dat we extra marinade gaan over hebben. Het is gewoon de bedoeling dat dat vlees een schoon, homogeen laagje marinade over zich heeft. Een teentje look gaan we daarbij persen. Daar gaat ook sap van 1 citroen bij. En in een marinade zit er altijd vet, maar ook een zuurtegraad, wat dat het vlees zoal een beetje gaat garen, hè. En peper en zout. En dan kunnen we al eens gaan mengen, hè. Nu, traditiegetrouw is souvlaki wel met varkensvlees. Maar souvlaki wil eigenlijk spies zeggen. Dus je kunt souvlakjes maken van vis of van scampi's of van... In dit geval lamsvlees, rundvlees. Uiteindelijk zijn het de kruiden van uw marinade die belangrijk zijn. Dat gaan we even zo laten staan. En dan zo'n trucje. Als je gaat roosteren of in een barbecue, gaan je stokjes dikwijls verbranden. En wel, om dat tegen te gaan, leg je die gewoon in water. En dan blijven die min of meer mooi van kleur. Goed. We gaan de pasta daarbij koken. Dat is Griekse pasta of vogeltongen of Griekse rijst. En waarom noemt dat zo? Want dat heeft zo echt de vorm van vogeltongen of rijst. Of, hè. Dus Griekse pasta, dat moet altijd wel... Het is heel klein, maar dat heeft wel redelijk lang nodig om te koken. Altijd in heel veel water koken. Gezouten water. En in dit geval 13 minuutjes. Ik ga nu niet alles gebruiken. Voilà. Een keer roeren en dan laten we dat maar gaan. Wat hebben we nog nodig? Wat is daar heel lekker bij? Bij pasta en zo'n brochette. Dat is een lekkere saus. En de tzatziki. Hè? Maar ik ga die deze keer maken met feta. We gaan onze blender erbij pakken. En de basis van zo'n tzatziki is meestal yoghurt of platte kaas. Nou wel, dan gaan we dat doen, hè. Maar we gaan daar wel van alles, van alle smaakmakers aan toevoegen. Een teentje look. Je moet dat nu niet helemaal fijn gaan snijden, maar gewoon kleine stukjes. Scherp mesje. Dat zal dat wel allemaal doen voor ons. Beetje peterselie. Er ook bij. Een beetje munt voor de frisheid. Hier ga ik toch enkel de blaadjes gebruiken. En natuurlijk feta. Nu, als je feta gebruikt, feta is zo wat zout, dus moet je oppassen met het zout dat je nadien gaat toevoegen. Peper. Ik zal eerst eens proeven en ik zal dan zien of dat er nog zout bij moet. Maar daar moet ook nog een stuk komkommer bij. We gaan die niet schillen, maar gewoon in stukjes erbij. Moesten we nu een schoon witte saus willen maken, ja, dan zouden we het groen eraf doen. Maar ik heb hier nu al groene kruiden bij gedaan, dus maakt niet uit. Hè. En dan olijfolie.
En dan kunnen we gaan mixen, hè. En proeven. Voilà. Dat is altijd zo wat spannend, hè, dat blenden. Ik heb altijd zo schrik dat dat open spat. Enfin, het is gelukt. Amai, dat is goed. Lekker. Toch nog wat zout. En een beetje peper. En de tzatziki met feta is klaar. Voilà. Dan mag in een sauskommetje en dat is al klaar. Ik heb een klein beetje meer gemaakt, want ik eet dat heel graag. Dat is zo altijd vakantiegevoel, hè? Zo met een knoflookbroodje nog doen ze dat zo in Griekenland. Voilà, de pasta is klaar. Voilà. Dat gaat. Hierin, zoals een mens langarmen heeft. Hè. Dan gaan we daar olijfolie over gieten en een beetje verse tem. Daar mag wel wat op. En dan tem. Gewoon een beetje fijn hakken. En ondermengen. Voilà. Voilà. Die is klaar. Voilà, dan maken we nu onze souvlaki. Onze spiesjes van lamsvlees. Je ziet hier, dat vlees is iets lichter van kleur. Dat is doordat we citroensap hebben toegevoegd. Dus die hebben al een klein beetje gegaard. Hè? En dat is de bedoeling. Voilà. Een paar stukjes vlees. Dat zijn wel een beetje grote stukjes. En als je naar Griekenland gaat, ja... Dan zie je dat. Dat is echt streetfood, gelijk als bij ons. De hamburgers en de hotdogs. Je vindt dat zo in de stadjes, op elke hoek van de straat. Voilà, onze souvlakis liggen klaar. Dan gaan we die grillen, hè. In een grillpan. En normaal gezien wordt dat gedaan op houtskool. Maar het is wel al na de lente toe, maar het is nog toch iets te fris voor een barbecue te houden in de tuin. Dus we gaan dat hier op een grillpan doen. Olijfolie erin. Voilà, je ziet, die pan goed eet, hè. Hoor het, hè. Goh, en dat riekt goed, hè. Echt waar. Die verse kruiden. Dat lekker gemarineerd vlees. Dan kunnen we gaan dresseren. Hè. Alles is klaar. En lamsvlees is absoluut rosé. Hè. Zelf in een brochet of een bout. Of ik vind lamsvlees moet rosé gebakken zijn. Dus niet te lang. Voilà. En dan mag wel. Dan gaan we dat in een vormje dresseren. Voilà.
Goed aandrukken en dat is altijd zo wat spannend, hè? Gaat dat houden, gaat dat niet houden? Dat zullen we zien. Best altijd even zo'n een kwart draai geven en dan... Voilà, klaar. Griekenland op ons bord, hier in Aalst. Voilà. Nu nog muziekje van Demis Roussos of Nana Mouskouri in de achtergrond. En met deze soufflaki, ja, dan zijn we in Griekenland.